tussen Boy Alawali hier bij Punch Out Battles, achtste finale. Net een legendarische battle gehad tussen Noozy en Eerste Keus. Eerste Keus, hoe ging het? Ja, ik had wel, het kon beter vanuit mijn kant, denk ik wel. Ik had een paar stambos. Maar verder over de, ik vond het gewoon een toffe battle, man. Ik denk dat we wat tofs neergezet hebben. Kon je beter dan dit? Ja, man, veel beter, denk ik. Alright. Noozy, ja, ik denk, ja, mensen zijn enthousiast over jou. Ja. Mensen vinden jou dope, maar ik denk niet dat heel veel mensen hadden verwacht dat jij zo close zou kunnen zijn met Eerste Keus als dat je was de eerste twee rondes. Wat ging er mis in de derde ronde? Ja, weet je wat is? Die eerste twee rondes die waren best wel goed van mijn kant. Alleen in mijn tweede ronde had ik ook een deel van mijn derde ronde per ongeluk gedaan. En ik was zeg maar aan het einde van mijn tweede ronde denk ik, fuck, maar nu moet ik die derde ronde wel killen. Dus ik probeerde het op te vullen met wat freestyles, alleen ja, daardoor was ik ook weer een paar dingen vergeten. Maar een echte choke kan ik het denk ik niet noemen, maar het was wel zeg maar een kaka stambo en ik heb hem eerder afgerond. Man. In de tweede ronde had je ook een choke en die heb je gruwelijk gepakt. Echt gruwelijk. Ja man, maar dat was een fake, dus die moeten jullie even kijken. Dus ja man, dat was denk ik wel legendary, is nog nooit eerder gedaan als het goed is. Dus ja man, dat wordt, nice. Dat wordt wel wat. Super nice. Wat me ook wel opviel, Keus, bij de rondes van Noozy, ging jij een bepaalde dans doen of zo? Een soort van intimiderend loopje naar hem toe, ja, alsof je hem eigenlijk... Ik weet, hij kijkt mensen niet aan, weet je, in battles. Ja. Hij kijkt je niet aan. Daarom ging ik hem de hele tijd proberen aan te kijken. Dus ja. Het was bijna, zeg maar, als je het geluid uitzette, alsof jij... Met een bassoenen. Nee, alsof jij hem aan het battelen was in plaats van andersom. Ja, ik dacht van, ik probeer dat gewoon, weet je. Ja. Goeie tactiek. Wat? Goeie tactiek. Ja, vond je het goed? Ja. Oké, nou, dankjewel. Nice. Volgende ronde zijn de opties Vito en Mitch. Stel je voor dat jij wint, tegen wie zou je dan willen? Vito en Mitch? Oh, ik dacht Stef of Toontje, man. Nee, man. Oh, Vito en Mitch. Rematch tegen Mitch, man. Want ja, ik had ongeveer 2/3 van die bars die ik tegen hem had, die had ik niet gespit, dus die kan ik nu doen. Ja. En ja, maar verder, ik maakt me ook niet uit of ik doorga of niet. Ik heb mijn punt gezet hier. En ja, voor de rest gewoon vaker lekker focus op tracks. En ja, anders battelen ook leuk. Wie hoop jij, Vito of Mitch? Maakt mij niet zo ver uit. Ga je de uiteindelijke winnaar zijn van Pancho? Nee, man, ik moet zelfs deze terugkijken om te weten of ik iets gewonnen heb of niet, man. Ik moet hem echt terugzien, die battle. Ik vond hem best wel close, man. Ik ben bang, ik denk dat de derde ronde bepalend was. Ja? Ja. Jullie waren allebei gruwelijk. Fijn ook om jou terug te hebben. Trouwens, Demo, zijn knie is helemaal kapot gegaan. Dus hij is naar huis moeten gaan. Dus beterschap, bro. Dit was Punch Out, man. We zien jullie bij de kwartfinales.